Het personeel van de Belastingdienst Suriname is vandaag uit grote ontevredenheid getogen naar het ministerie van Financiën en Planning. De ambtenaren zijn het volgens Roberto Joval, voorzitter Bond Personeeldienst der Belastingen, al beu, omdat hun incentives van de afgelopen 3 maanden nog steeds niet zijn uitbetaald. Het personeel gaf aan dat zij in gesprek willen met de financiënminister. Dit gaat om recente afspraken die er zijn gemaakt. Die afspraken die er toen de tijd zijn gemaakt, was het vorige bestuur. Maar dat ging meer om uitvisotreden. Maar de huidige afspraken zijn andere, de nieuwe afspraken die zijn gemaakt. En er is een nieuwe minister die zijn woord heeft gegeven. En ja, als hij niet aan zijn woord houdt, dan zouden we dan aandacht moeten vragen. Zijn de medewerkers gedemotiveerd? Ik weet niet, ik kan die vraag zelf beantwoorden. Niemand in Suriname is gemotiveerd op dit moment. Het gaat niet in het land. Dus als mensen gemotiveerd waren, zouden ze niet hier staan. En om hoeveel leden gaat het van de bond? Over 265 leden. En allemaal hebben getekend dat ze dus akkoord gaan met zo'n projectactie? Dat was de ALV van daarnet. Dus er is gestemd. Hier. Er is op dit moment niemand bij de belasting? Ik weet het niet. We zijn hier, dus ik weet niet wie daar is. Joval geeft aan dat tot donderdag wordt gekeken als het personeel hun geld ontvangt. Hierna zullen er andere stappen worden ondernomen. Financiën-directeur Damraj Parohi vertelde journalisten dat het geld vandaag nog op de rekeningen van de werknemers moet komen te staan. De overmaken vinden plaats middels een resume. Aanmaak van een resume is een bepaald proces en dat is stagneren. Maar als er maandelijks geld overgemaakt moet worden, dan kan het nog 10 per dag oplopen als het systeem hetzelfde is en het proces hetzelfde is. Maar dat is niet hetzelfde bedrag. Dat is het juiste. Per maand verschilt het op basis van de staat die de directeur van belasting indient bij ons. Dus omdat het maandelijks verandert, dan duurt het proces ietsje langer? Ja. Het proces wordt, naast de heb je een snapproces die bij de banken wordt aangegeven. En dat moet ook correct zijn. En dat moeten we elke maand afwachten. We kunnen voor volgende maand niet voorbereiden voor het bedrag niet weten. Dus het ligt aan de directeur van de belasting of hoe snel die is met het indienen van die gegevens naar u? Dat is de eerste stap. En daarna gaan we verder stap tot een verwerking van het resume. De incentives die het personeel moet ontvangen zijn voor de maanden juni, juli en augustus. De directeur van Financiën geeft aan dat de opdracht voor storting al geruime tijd is gegeven aan de Centrale Bank van Suriname.